Hello everyone. Today we're going to do Miranda's hair and she will have long hair. And the only thing I'm going to do is slice techniques because then you see the effect of the technique the best and the hair stays long, but it will be a smashing long hairstyle. Miranda mag een rondje draaien, dat ze kunnen zien hoe dat er nu uitziet. Klinkt goed plat. Dankjewel. First thing to do is to pin up the hair. And as always, I start with protection. Ja, dan word je eigenlijk over de hele wereld weten te zien. Dat moet ik echt lekker van. Je mag best hoor. Dat zit er niet zo schil te krijgen. Ja, de hele doen we niet. Ja, de hele doen niks. Dat is leuk. Misschien moet ik er wel een keer iets mee gaan doen. Ik heb zelf ook eens een keer onderaf en dan zelfs een muffet eruit gekomen. Dat is ook heel leuk. Because I use slice techniques, I will first wet the hair. I don't want it totally wet because then I could wash the hair before, but then I don't see the fall of the hair anymore, and that's very important when you use only technique. I take a line at the front and that I work out. Klinkt heel rigoureus. Mooi. Het is niet rigoureus. Het is wel heel mooi gecontroleerd. By making the front a little bit shorter, the back will look longer. It's an effect that it gives. And when I use the slice technique, I always close the scissor in the rhythm of slice. Create nice soft lines. Ik weet goed knippen uit binnen de Engels, andersom. Absoluut. Take a new layer on it. And set in the same technique. Work it out till I reach the end of the hair and the longest part. Now you come to the hair that comes from the center line of the skull. Vandaag zou ik pin-out een naad krijgen. Oh. Hebben we nog steeds niet. Oh, zonde. Die kinderen. Take the first line until I reach the back of her ear. And again, come in with slice technique. From the upper part, because I need the fall of the hair to the front. Ah, voor Jezus wel, je hebt een ezel. Diana, die hebben een auto. Ja, maar van loop van mij, het scheelt dan wel. Ja, zeker, het scheelt de helft. Zo. Ja, van haar afstand word je ook niet blij, hoor. Nee. En nou een hatel, dat is mooi. Ja, die stomme hatel, zijn brug niet meer over. Nee, oh. Ja. Hij zei timmerman, voor heel lang een schilder gewerkt. Oh, dat is mooi. Ja, dat is een mooie combinatie. Ja. Het lijkt de hele bos af gaan, dus ja, dat is niet zo. Dan hoor je hier in de spiegel kijken. Ja. Zie je dit vast niet lachen? Ja. Nee, valt mee.
Het valt mee. Ja, het wordt alleen maar mooier eigenlijk. Ja, het zag er niet. Ik had niet zeg mooi, ik ben een doodvogeltje. Hersendood. Ja. Maar dan ben ik ook ziek geweest en dan zit de haar niet en dan. Nee, daar ben je inderdaad niet. Nee. Geen, dat moet je wel natuurlijk. Nou, niks goed. Nee. Kijk, nou is die Anna mooi rustig. Is die dan weg? Nee. Nee, ze is hier, zit aan de andere kant, denk ik. We hebben nou spannende tijden op de zaak. Ja. Ja, omdat je niks van de bank krijgt, hè? Nee. Pin het up. And I work my right side to the right and my left side to the left. Also again with slice technique. Zo geknipt, Lisa. Wat? Hebben ze dat bij jou wel eens zo gedaan? Nee. Laat al die haar eruit trekken. Dan weer de bossen eruit halen. Ja, dat lijkt. Dat lijkt je. Ja. Dat is niet zo hè. Nee, ik zie het niet alles. Valt mee. Ik had dik haar, veel haar. Je hebt veel haar. Het is niet heel dik. Nee. Het is wel heel veel. Correct the line with a point cut technique. And now the straight line is gone. And I created a soft line. Minor adjustment to the center. Take a new layer on it. Pull it to the back. Maar juist op het middenste gedeelte is veel te zwaar eigenlijk in verhouding tot. Connect the upper layers to the side. Lift the hair up. And watch through the hair where the line is. And do this. Of course, in a freehand style. Het is een heel groot varken. Als huisdier. Ja. Een varken is een leuk huisdier, hoor. Ja. Even die kleine Engelse varkens, hè. Die zullen ook maar die serie divorce. Mm-hmm. Een klein varkentje. Ja, dit was echt zijn grote, zijn jukkel. Come to the other side and do the same as I did on her left side. Come in with my scissor and slice in the line as she threw the hair. Take out all the blunt lines there were in this hairstyle. Pionische. Wat hè? Zo. Die haren. Ja. And do the same on this side. Just travel over the center of her skull. Hoeft bij mij niet. Nee, dat weet ik niet. Ik hoop dat het van bruin naar blond ging. Ja. Twee dagen achter elkaar. Ja, maar doe mijn kapper op. En toen had je het hier moeten. Hè? Ja. Was dat gelukt? Was dat niet gebeurd? Nee. Dan had je ook nog gewoon haar op je hoofd. Dus eens kijken in die periode sensatie wat we moesten doen om dat haar goed te krijgen. Ja. Het zag er gewoon niet uit. Nee, dat was mooi. Ja. Niet door je punten, maar. Nou, gewoon een keer thermisch knippen. Nee, is goed niet. Nee. Ja, maar is gewoon dom, want dan brokkelt het af. Create a new softness into her brain.
stil. Zo gelovig. The upper hair I just controlled in a point cut, deep point cut technique. Take only off the dry ends. Oh, mijn bek gemaakt. Ja. Moet je niet over eten praten? Nee, liet dat niet aan. Spastische arm. Oh. Al heel die geluiden. Ja. Is dat, hè? Ben je nooit alleen? Ben nooit alleen, nee. Moet dan een mopje denken, wat ik heb. Van een, dat zou ik zo vertellen. So far, the haircut, now I just need to blow dry it. I use a shape. Ik weet dat niet wat ik heb dan, maar... Ik heb één keer een dag in het ziekenhuis gelegen voor wat wandelen. Oh. Was ik 27. Oh, dat is erg. Nee, normaal niet. Nee? Ik heb er helemaal last van gehad. Oh, dat moet heel serieus worden. Ik had iedere week keelpijn. Dus ik denk, nou die kringen moeten eruit. Nog in het oude kniesjes naast gynaecologie. Ja. En ik werd 11:30 geopereerd. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment gewoon alleen maar water en ijs gedronken. En ijsblokken. De hele nacht door. Ja. S'morgens had ik geen koorts, toen ben ik mij gaan douchen en toen ben ik gegaan. Toen ben ik gewoon gaan werken. Dit is voor een small hairstyle. But I make it a little bit wilder because I think it better fits. Zij mocht dat seks. Zij mag ik van mijn moeder. Ja. Even wat kevertje eraf. Ik weet niet waar het begin zit. Gewoon scheuren. Okay, this is my new hairstyle. I made it only with techniques, slice techniques. And now she turns for you and the rest of the world. Dankjewel.